We zijn hier in Panossos Utrecht voor de audities voor het Nederlands Studenten Jazz Orkest. We zijn ons aan het voorbereiden hier voor de Tour 2018. We gaan in december weer langs alle zalen van Nederland. Studenten uit heel Nederland zijn hier nu binnen aan het spelen, alsof hun leven ervan afhangt. Met de mensen die nu allemaal langskomen, zie je nu al dat het echt een gek project gaat worden. Met hele leuke mensen, hele vette muziek en voor wat echt een fantastische show. Mijn naam is Sjoerd van der Blom en ik kom auditie doen voor NSJO 2018. Ik heb vorig jaar ook al meegedaan en ik ben toen mee gaan doen omdat ik vrienden van mij die speelden al in 2016 bij. En ik was toen komen kijken naar de show en dat was echt super gaaf. Dus ja, ik dacht, daar moet ik aan meedoen. Dus nou, auditie gedaan, op hoop van zegen. Nou, toen ben ik doorgekomen en absoluut een super gave tijd gehad vorig jaar. Dus nu hoop ik weer mee te kunnen doen. Ja, ik ben Bert Fransen en bandleider dit seizoen van het NSJO. Dat vind ik heel eervol om met deze club te mogen werken. En om de reden dat het eigenlijk zijn allemaal goede muzikanten uit heel Nederland. Allemaal studenten die voor het grootste deel voor hun hobby muziek maken en daar heel ver in gekomen zijn. De eerste indruk die is eigenlijk direct al wel redelijk doorslaggevend, maar vervolgens ga je ook een beetje testen of iemand flexibel is, want hij moet wel in een groep spelen en op aanwijzingen van een bandleider reageren. Dus als iemand dat snel oppikt is het natuurlijk wel een pre. En over het algemeen kun je dat hier heel mooi uittesten door iemand iets te laten spelen op een wat andere manier. We'll be right back.